de kosten van apps, ja, hoe kom je dan nou achter wat je app gaat kosten? En ja, hoeveel kost een app eigenlijk gewoon gemiddeld? Ja, ik ga er vandaag over spreken met Herbert Megens van Mile Media. En ja, in het gesprek komen we er onder andere achter van, hey, wat zijn de manieren om kosten te besparen? Wat zijn nou gemiddelde kosten van de app? Ja, hoe kun je dan voor zorgen dat, ja, dat je echt een lange termijn samenwerking aangaat zonder echt een ontwikkelaar te overtuigen van winstdeling? Dat is een heel moeilijk iets. Herbert, wat zijn nog meer dingen die we vandaag gaan bespreken? We gaan het hebben over een stukje opbouw van kosten, om daar een beetje beeldvorming bij te geven. Waarom dus eigenlijk een app ook kost wat een app kost. Ja, en natuurlijk ook waarom dat niet erg is, hè, wat de meerwaarde is. Dus we komen er vandaag achter wat de kosten zijn van een app van 2.500 tot 100.000 euro. Het komt allemaal in bod in deze podcast. We gaan het dus vandaag hebben over appkosten samen met Herbert Megens van Mile Media. Hij is appadviseur, strateeg en co-owner bij Mile Media. Hij werkt sinds 2008 in de IT en in de apps. En daar heeft hij verschillende consultancyfuncties gehad. Ja, die ervaring neemt natuurlijk mee om mensen te helpen om hun app op de markt te krijgen, om dat ontwikkeld te krijgen. En het kostaspect is daar een belangrijk onderdeel van. En hij is sinds 1,5 jaar mede-eigenaar van Mile Media. En daarmee heb ik ook veel contact met hem. Ik heb al best wat projecten met hem gedaan. En daarmee weet ik dus ook dat hij de man is om te vragen over appkosten. Welkom Herbert, leuk dat je in de show bent. Ja, dankjewel David. Leuk hier te zijn. Ja, tof. Ja, mooi dat je ook even tijd maakt om mij en ook anderen te helpen om die appkosten onder controle te krijgen. Want het is maar wat, het stijgt de hele tijd. We hadden het er net al in het voorgesprekje eventjes over dat best wel de hoogte in gaat af en toe. Maar goed, ik wil mensen ook een beetje jou leren kennen. Dus mijn vraag aan jou is, als jij een dier zou zijn, wat zou je dan zijn? Leuke vraag. Ik sta te boek als een labrador. Wel thuis op mijn werk, denk ik. Vaak wel betrouwbaar, vriendelijk. Ik ben vrij laagdrempelig, denk ik. En betrokken. Oh, tof. Ah, dat is wel mooi. En dat is werk en privé, zeg je? Ja, er zit weinig verschil tussen. Ja, precies. Ja, dat is wel leuk. Dus met je vrouw en kinderen ga je hetzelfde om als je klanten, bij wijze van spreken. Ja, eigenlijk wel. Ik vind een bepaalde oprechtheid, openheid, ja, dat kenmerkt ons enerzijds als bedrijf. Maar ik vind dat ook dat je persoonlijkheid, hè, je werkt met mensen, het gaat om relaties en mensen. Dus dat vind ik heel erg belangrijk daarin. Ja, goed bedoeld, leuk. Nou, dat is een goede introductie van jou. Ja, wat ik al zei, je hebt best wat functies gehad in de ICT en in de appsector. Kun je iets vertellen hoe je functie nu eruit ziet bij Mile Media? Ja, heel breed. Kijk, enerzijds heb ik natuurlijk een eindverantwoordelijkheidsfunctie en directiefunctie op aansturing en strategie. Maar anderzijds ben ik ook heel operationeel betrokken. Hè? Dus daarin doe ik vooral het advies, strategie en, ik zou bijna zeggen, de verkoop. Maar het gaat mij wat meer om het advies daarin en de aanpak. Dat vind ik heel erg leuk. Ik adviseer eigenlijk klanten die bij ons komen van, oké, met een idee, hè, die weten wat ze willen, om dat in een goed proces voor te bereiden, zodat het ontwikkeld kan gaan worden. Dat vind ik wel leuk dat je dat zegt. Dus er komt iemand bij jou met een idee, die weet wat hij wil. Kun je nog eens vertellen over de laatste keer dat zo was? De laatste keer dat je iemand met een idee in het proces hebt geholpen? Ja, zeker. Die kwam bij mij met best wel een ambitieus idee. He, dus echt een commerciële app die wij momenteel aan het ontwikkelen zijn. Dus ik kan die ga geen namen noemen. En die had daar zelfs al een stukje wireframing in, een stukje stuk ontwerp, een stuk vanuit de marketing gedacht. Dat vond ik heel erg leuk, want vaak zie je dat niet zo. Zie je het heel functioneel, maar dit is echt vanuit de marketing gedacht van hoe moet het uitstralen, wat voor klanten willen we, wat voor doelgroep. Ja, die kwam bij mij terecht en dan ben ik eerst om tafel gaan zetten. En dan, ja goed, wij zijn in die zin open en kritisch. Hè? Dus wij denken mee, hè, met ideeën en zullen inderdaad ideeën ook onder de loep nemen. Nou, daarmee zijn zij eerst eigenlijk nog even teruggegaan naar de tekentafel. Hebben ze even wat bijgeschaafd. Hè? De scope, de omvang van het project is daarin toch wel bijgeschaafd om gewoon wat meer focus neer te leggen. Om het overzichtelijk te houden. Je kunt niet alles in één keer bedenken en ontwikkelen. Mm-hmm. Ja, op basis daarvan is het ontwerp afgemaakt voor een eerste versie. En wordt dat naar eind deze maand gereleased inmiddels. Oh, tof, mooi dat het er bijna klaar is. En ik vind het ook leuk wat dingen die je noemt, die zeggen scope, hè, dus omvang van het project en ook design. Dus daar wil ik dadelijk wel meer over weten als het aankomt op de kosten van een app.
Maar je hebt met die klant dus bijvoorbeeld gezeten, ook om de kosten te bepalen. En ik vind het leuk om dan vandaag er wat in te duiken van, ja, wat komt er nou kijken bij de kosten van de app? Laat meteen heel eventjes uit de weg halen van, ja, hoeveel kost een app nou? Ja, ik zie verschillende prijzen in de markt. En die variëren een beetje zo vanaf 20.000 euro. Vanaf voor een echte volwassen app in de App Store voor één platform. Tot, nou ja, 100.000 euro plus. Dus behoorlijke bedragen. Dat is een beetje mijn ervaring. En dat is natuurlijk afhankelijk van functies en scope. Hè? Dus hoeveel, ja, hoe groot wil je project maken, bijvoorbeeld hoeveel platformen. Ja, dat die kosten variëren. Kun je daar iets dieper op ingaan van, hey, wat zijn nou typische kosten voor een app die jij ziet? Ja, zeker. Kijk, die range die kan onwijs groot zijn. Hè? Dat, wat kost een huis? Ja. Waar staat het? Wie gaat het bouwen? Waarvan ga je het maken? En dat is bij een app eigenlijk hetzelfde. Dus een app kan inderdaad een paar duizend euro kosten en een paar miljoen. Dat gaat echt wel verder dan 100.000 euro. Ja, kijk, een app bestaat, ik hak het altijd in eerste instantie in fases. Dus je hebt de conceptfase, wat willen we? Dat moet uitgewerkt worden, totdat je duidelijk weet, onderzoek hebt gedaan, wat weet je al van David, van duidelijk van oké, dit wil ik gaan laten ontwerpen. Dat is de volgende fase namelijk. Dan ga je het uitwerken in wireframing, en in het ontwerp ga je alle pagina's uittekenen. En daarmee leg je ook eigenlijk de scope van het... van hetgeen wat je gaat programmeren vast. En dan heb je dus de ontwikkelfase. Het programmeren zelf. Het op maat maken van een app. Dat doen wij in sprints. Na een aantal sprints. Dat bepalen we vooraf. Maar goed, dan schatten we vooraf in. En ja, goed, uiteindelijk kom je in ieder geval naar een eerste versie toe. Daar werk je naartoe die je kunt gaan releasen. Testen en releasen. Ja, en dan heb je eigenlijk daarna nog altijd app onderhoud. Ja, hosting, binnen wat kost een app. Ja, daarbuiten heb jij nog wel wat meer kosten. Ja, precies. Wauw. Ja, gewoon om het te runnen van je bedrijf, bijvoorbeeld personeel en marketing, dat bedoel je dan? Ja, operationele kosten, dan moet iemand bereikbaar zijn, je krijgt mailtjes, je krijgt vragen, maar marketingkosten ook. Zeker in het geval van een commerciële app, als jij veel gebruikers wilt. Ja, dan zie je dat een app misschien... ja, een derde van de kosten is. Hè, tegenover wat jij als start-up iets succesvol in de markt zet. Ja, oké. Interessant. Dus je kunt het faseren. En dat vind ik wel interessant, want dan kun je dus ook gaan kijken wat die totale kosten zijn. Dus ik had het net over, laat ik zeggen tussen 20 en de 100.000. Maar jij zegt al meteen terecht, denk ik. Het kan nog veel meer zijn, kan miljoenen zijn. Kijk maar naar, weet ik veel, Facebook of zo. Een app waar volgens mij elke dag nog voor 10.000 euro's aan wordt versleuteld. Maar goed, dat gezegd hebben, je kunt natuurlijk wel een soort van eerste versie opleveren. En dat zou dus kunnen bestaan in een aantal fases. Voorbereiding, marktonderzoek, daarna design, om de scope te bepalen daarvan. En dan development en dan onderhoud. Even voor het gemak. En laten we even die andere kosten van je organisatiekosten, zeg maar, die je mogelijk hebt. Laten we heel even buiten, we hebben het echt over dat stuk van de app. Wat ik dan weet is dat bijvoorbeeld zo'n voortraject van onderzoek, ook dat kan heel erg variëren in kosten. Maar laten we zeggen dat ergens tussen de 2 en de 10.000 euro kost. Dat is een beetje mijn ervaring, afhankelijk van hoe ver je erin wil gaan. Maar voor 2.000 euro kun je best wel ver komen, bijvoorbeeld. En daarna heb je een designfase. Waar mag je dan ongeveer rekening mee houden qua kosten? Ja, is natuurlijk sterk afhankelijk van wat jouw app omhelst. Welke platformen en hoeveel schermen. Ook is het alleen het ontwerpen van de app, of moet er ook een huisstijl bij en een logo, et cetera, bepaald. Dus dit kan enorm uitlopen. Oh ja. Ja, maar ik zou zeggen, gewoon puur als je mijn sec zou vragen, wat kost het ontwerp van een app? Ik zou zeggen tussen de 5 en de 15.000 euro. Dat is een best wel kostenpost, maar om dat goed uit te werken in wireframing, je moet dat testen, je moet dat feedback. Nou, eigenlijk ga je daar echt mee de kader scheppen. Dus ik denk dat best... ongeveer zo'n bedrag zal zijn. En aan welke schakelaars kun je in die fase draaien om bijvoorbeeld het bedrag te verhogen of om juist hoger uit te komen? Ja, je kunt heel veel zelf doen. Ik denk dat je veel zelf kunt voorbereiden afhankelijk van of je in je eentje bent of een organisatie achter je hebt staan. Heb je wellicht al een marketingafdeling die een handboek met een huisstijl heeft en logo's en kleuren. Ja, en veel zelf uitwerken. Hè. Dus al werk het in een PowerPoint uit, dat je gewoon de schermen onder elkaar zet. Dat kun je ook heel laagdrempelig doen. Maar daarmee help je degene die het moet ontwerpen, dus die het idee niet zo goed kent als jijzelf, om daar wel een vorm aan te geven. Ja, en om te zorgen dat de omvang, dat alles erin staat, de omvang van je project, dan ook helder is.
Ja, precies. Dus je door zelf uren te besteden, kun je de uren van de designer bijvoorbeeld verminderen en daarmee dus kosten besparen. Dat vind ik wel interessant, ja. Ja, absoluut. Ja, je maakt ze vooral efficiënt. Ah. En als je iets heel efficiënt doet, dan kun je het met minder uren. Ja, precies. Ja. Dus goed, opdrachtgeverschap is er bijna, weten wat je wil en dat uitgetekend hebben. Ja, en je vertelde net bij die klant dat jullie nog soort van in de scope hebben nagedacht van hij moet dit al in de eerste versie erin. Dan heb ik misschien nog wel een tip en dan ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. Ik gebruik namelijk de zogenaamde Moskou-methode. Dus Moskou zoals je het laat ik zeggen, op zijn Engels schrijft. En dan heb je dus de M, de S, de C en de W. De must-haves, de should-haves, de could-haves en de won't-haves. En daarmee kun je dus een onderscheid maken van hij moet het echt in, de must-haves. De should-haves, eigenlijk wil het erin, maar het zit niet per se bij de must-haves. De could-haves is bijna voor de 2.0 versie. En de won't-haves, dat wordt vaak anders gedefinieerd, maar wat ik vaak gebruik is de contouren. Dus waar moet het minimaal aan voldoen? Dus wat zijn een soort van randvoorwaarden? En door daar als ideebedenker zelf al invulling aan te geven aan die vier onderdelen, kun je dus al zeggen van, dit moet er wel in, dit moet er niet in. En kun je samen die keuze maken. Dat is mijn methode. Ik ben benieuwd, wat vind jij van die methode of hoe pak jij dat dan aan? Ik denk dat de filosofie hetzelfde is. Kijk, wij werken naar een MVP, Minimum Viable Product, toe. Dus een eerste versie van een product. Nou, die moet voldoen aan jouw must-haves. Dus want anders is het geen minimale app. Daar werk je naartoe. En dan gaan we eigenlijk doorontwikkelen naar versie 1.1 of 2.0. Hoe je het wil noemen. En dan ga je inderdaad eigenlijk op de backlog, weet je dan al wel. In het voortrek weet je al wat jij wilt gaan doorontwikkelen. Dat is wel heel krachtig. Dat doen wij ook zeker. Want als wij weten wat jij over 3 maanden wilt. En wat voor ambities je hebt. Dan maken wij nu al bepaalde keuzes in techniek of in opzet. Dus dan anticiperen wij daar al op. Dus hoe beter wij betrokken zijn in waar onze klanten naartoe willen. En onze klanten dat eigenlijk al een klein beetje voorkouwen en inmasseren. Door middel van een backlog. En dat al af en toe met ons door te nemen. Daarmee weten wij gewoon waar het naartoe gaat. Dus wij werken eigenlijk ook in diezelfde stappen, waarin je daar eerst naar een eerste versie gaat werken en vanuit die opnieuw prioriteiten bepaalt en die gaat toepassen. Interessant. Dus, en dat vind ik wel mooi, want dus als jij meer vrijgeeft van je eigen planning, dan kun je natuurlijk een developer betrekken om de juiste manier keuzes te maken en dat op die manier goed verwerken in de backlog of in de nu al maken, de randvoorwaarden bijna. Hoe maak je die keuze? Hoe kom je tot, dit moet er nu al in, dit moet er zo snel mogelijk in, dit moet er straks in? En hoe kom je tot die planning, tot die backlog? Hoe doe je dat? Eigenlijk in overleg met de klant in samenwerking. Ja, dus wij draaien sprints, iteratieve sprints met onze klanten. En dat doen we dus in een behoorlijke nauwe samenwerking. Waarin wij ook een adviesfunctie hebben. We hebben een product owner die daar een functionele rol aan geeft. We hebben ervaren programmeurs. Wij kennen natuurlijk heel veel apps en weten ook wel wat wel en niet werkt. We hebben ook gewoon een hoop mensen die apps gebruiken. Dus we hebben ook functionele kennis. Dus hebben wij gewoon een stukje kennis en een adviespositie. Maar goed, dus soms heb je met bepaalde branche-specifieke situaties te maken waarin je gewoon elkaar gaat uitdagen. En dan ga je het gewoon uitvragen van hoe zit dit, waarom is dat? Zodat je als je op die manier elkaar scherp houdt, dan kom je toch wel tot de beste inzichten en keuzes. Ik vind het mooi om dit uitgebreid te bespreken. En je antwoord is eigenlijk van, we bespreken dat met een team. En daardoor kun je dus nadenken over die scope en ook je draaien aan die knop van moet dat er nu al in. Ik denk dat heel veel kosten kan besparen. En mijn tip vanuit een soort van ondernemerschap zou ik zijn inderdaad, probeer te focussen op die MVP of de must-haves, als je het zo wil noemen. En probeer daar eens toegang te krijgen tot de markt. In plaats van heel veel functies uitwerken en meteen opbouwen. En eigenlijk ook meer geld uitgeven. En daarmee kun je nog harder op je gezicht gaan. Dan kun je nog harder falen. Dus als je met een klein dingetje faalt, dan heb je bijvoorbeeld nog budget over om aan te passen. Dus de gedachtegang die veel mensen hebben van ik moet alle functies er nu in hebben. Want anders gaan mensen niet gebruiken. Is vaak niet waar. Eigenlijk zou je al mensen moeten kunnen overtuigen met een basisversie van een app die echt de kern van je app raakt. Dan kun je ook op relatief kleine schaal kun je dat doen. Zodat je eigenlijk kunt valideren dat het werkt en dan daarmee ook door kunt werken. Dus wegbewegen van ik moet er alles meteen in hebben. Mijn idee moet compleet zijn naar
eerst valideren en laten zien dat het werkt. Ja, dat is mijn toevoeging erop. Maar ik vind het al mooi dat je dat zegt, dat je dat ook in een team kunt doen van ervaren mensen. En als je zelf dat team hebt, dan kun je dat al voorbereiden en daarmee ook kosten besparen. Hè, of in ieder geval een duidelijke scope aangeven. Interessant. Ja, nou, kijk, een app die heeft een bepaalde meerwaarde. Je gaat iets laten ontwikkelen, hè, of je hebt een idee en dat is het nog niet, of je kan het beter, hè, of het, je gaat iets automatiseren wat heel veel tijd kost. Hè, dus er is duidelijk een meerwaarde. Hè, en dat is iets met geld, of met tijd, of met bereik, of een visie. Maar je wil een app iets laten doen. En inderdaad, ik zou daar de focus op leggen. Dat is vaak inderdaad maar één hoofdfunctionaliteit. Nou, die moet het goed doen. En daar wil je dat daar de nadruk op ligt, dan dat jij inderdaad vijf functies uitwerkt die maar half werken. Hè, omdat je in een heel krap budget zit. Kijk, je wil je onderscheiden ook op de markt. Het is ook veel tactischer om een succes te maken van jouw app als jij gewoon één ding heel goed doet in plaats van 10 dingen half goed en je uiteindelijk niet onderscheidt. Oké, dan hebben we het eigenlijk al best wel uitgebreid gehad over die tweede fase, die designfase en die scoping daarmee ook. Ja, en dan de ontwikkelfase. Hè? Dus daar zit natuurlijk de bulk van het werk. Dus als die designfase 5 tot 10.000 euro kost, wat is dan een redelijke prijs voor de ontwikkelfase van een MVP? Wat zie jij voorbij komen? Ja, loopt aardig uiteen. Ik zou zeggen een factor 3 tot 5 keer zoveel werk is het ontwikkelen van een app. Hè, tegenover je ontwerpfase. Dat is heel grof, maar dat geeft een klein beetje een idee. Een gemiddelde app kost dus al snel het ontwikkelen daarvan 30 tot 60.000 euro. Ik denk dat een gemiddelde app kost. Als jij daar echt een backend, een CMS, of met koppelingen, of meerdere platformen, of bepaalde beveiligingsdingen, of een dashboard erbij wil, ja, dan ga je inderdaad al snel naar het dubbele toe. Interessant. Oké. Duidelijk. Ja, dat vind ik wel mooi, want we hebben nu ook een soort van trappetje gemaakt, hè, van de voorbereidingskosten vanaf 2000, design vanaf 5000, ontwikkeling vanaf 30.000. Je zit al op 37 en dadelijk krijgen we nog onderhoud erbij. Dus dat zijn een beetje de kosten, maar die kunnen dus ook snel oplopen, zoals je al zei. Zeker als je meer functies krijgt. Nu heb ik ook een podcast gemaakt over outsourcing. Dat is even een zijtak, een zijonderwerp. En waar we in die podcast vooral achterkwamen, het is leuk nog om even terug te luisteren. Dat was de podcast met Joep van Joep Mes van Troon. En die zei eigenlijk van, waarschijnlijk als je gaat outsourcen, heb je vaak duurkoop. Hè? Dus dan kun je wel goedkoper zijn op uurprijs bijvoorbeeld. Maar dan ben je uiteindelijk duurder uit, omdat je veel moet herontwikkelen. Of omdat je nooit afkomt, of omdat de kwaliteit laag ligt. En vooral dat de communicatie en niet lekker loopt. Dus je kunt er wel dingen aan doen, maar het blijft gewoon heel moeilijk. Dus de aanbeveling is om dat met partners te doen. Nou, ik wil het even in deze vergelijking meenemen, zodat mensen een beetje vergelijking kunnen hebben. Met outsourcing kwamen we erachter dat afhankelijk van waar je zit, dat je een uurprijs kunt hebben van vanaf, laten we zeggen, $15 in India tot $40 in Oekraïne, zo'n beetje. €40 zou ik kunnen zeggen. Als we dat aan een rijtje zetten, hoe zit dat met ontwikkelkosten in Nederland? Wat voor uurprijzen zijn, zie je bij jezelf of kun je zien in de markt? Goeie vraag. Ik denk eerlijk gezegd dat die outsourcing tarieven ook weer wat hoger liggen dan voorheen. Hè, 40, 50 euro per uur betaal je ook al snel. En inderdaad, ik sluit me helemaal aan bij dat communicatieverhaal en verwachtingen. En voorbereidingen zal daar nog een stukje belangrijker in zijn. Ja goed, kijk, in Nederland heb je ook uurtarieven. Een tarief van een student of een net startende ZZP'er ligt anders bij een hele grote digital agency. En daar heb je dan nog wat tarieven tussen liggen. Dus je hebt daar verschillende stappen in. Als je een beetje serieus aan de slag bent met je app en dat bij een organisatie wil gaan beleggen die ook kan doorontwikkelen, kan support leveren, dus dat er een langere termijn visie achter zit en ook een bepaalde kwaliteitsstandaard. Nou, dan zul je zitten tot op een uurtarief tussen de 90 en €120 per uur. Met uitlopen tot 150 en misschien een keer uitschieten naar €200 per uur. Voor als je even een senior architect nodig hebt of echt een digitale strateeg. Dan heb je daar nog wat uitzonderingen. Maar ik denk dat de range dus gemiddeld op €100, €110 dit jaar ligt. Ik denk dat marktconform te doen is. Ja, dat is ook mijn ervaring. Dus het is, dus als je het vergelijkt met outsourcing, lijkt dat heel duur. Maar het is gewoon zoals de vraag in de markt nu is.
En dat is ook wel relevant, denk ik nu. Omdat je merkt ook dat er best wel wat wachtrijen zijn. Of dat het best wel lang duurt voordat je kunt beginnen met ontwikkeling. Dus dit wordt opgenomen nu in juni 2022. We zitten midden in een overhitte economie eigenlijk. En aan alle kanten komen mensen kort. Dus ook developers die worden aan alle kanten overgenomen door andere partijen. Dat zie je ook veel gebeuren. Dus er worden hele hoge lonen geboden. Dus dat betekent ook dat de uurprijs doorbrekend moet worden naar klanten. Maar goed, dat gezegd hebbende, dat is dus ook een soort van wachtrij bijna. Ik zie bij veel developers in de markt dat er echt maandenlange wachtrijen zijn. Dus dat het soms wel een half jaar of een jaar kan duren voordat je aan de beurt bent. Is dat ook iets wat jij merkt? Ja, absoluut. Kijk, het varieert een beetje. Planning is heel dynamisch. Ja, minimaal een maand of drie zou ik zelf absoluut rekening mee houden. Dat is bij onszelf ook zo. Kan oplopen inderdaad, tot een jaar. Ook afhankelijk van wat voor specialiteit je zoekt. Maar wat je wel in die tussentijd kunt doen, daar heb ik het echt over ontwikkelaars. Maar ja, je hebt natuurlijk ook die eerdere fases die we genoemd hebben. Dus als je nu al een concept hebt, dan zal dat toch ontworpen moeten worden. Nou ja, dan ben je ook weer 1 à 2 maanden verder voordat je de hele ontwerpfase doorgelopen bent. Dus eigenlijk is het niet heel erg dat je pas over 3, 4 maanden zou kunnen starten met ontwikkelen. Omdat je voor die tijd toch dat moet voorbereiden en het ontwerp wilt gaan afmaken. Oké, mooi gezegd. En goed om te weten dat een beetje de wachtrijen zijn. Mooi, daar hebben we het best wel gehad over ontwikkeling, in ieder geval de kosten daarvan. We hebben het ook gehad over de knop waar je aan kan draaien. En dan ben ik even benieuwd naar onderhoudskosten. Hoe pakken jullie dat aan? Wat spreek je af met een klant? Het varieert een klein beetje. Kijk, onderhoudskosten kun je grofweg budgetteren. Dat vind ik altijd aan te raden. Sluit iets van een onderhoudscontract af. En of dat nou heel basic is of een uitgebreid SLA, Service Level Agreement. Dat laat ik dan even in het midden. Maar je weet gewoon dat een app... je hebt gebruikersondersteuning, je krijgt vragen van de eindgebruikers. Er kan een keer een bugje in sluipen door diverse afhankelijkheden. Je zult toch eigenlijk wel jaarlijks moeten updaten. Dus een iOS of Android update moeten uitvoeren. Nou, afhankelijk van de richtlijnen, eisen die veranderd zijn, kan dat best wel veel werk zijn. Dus je kunt jouw ontwikkelkosten, als je daar 10% tot 20% van reserveert, dat ben je ongeveer per jaar kwijt als je gewoon een app goed onderhoudt. Dat is even een grove richtlijn, daar zit dus ook wat marge in, afhankelijk van de complexiteit, eventuele koppelingen en dergelijke, die hebben er allemaal een rol op, of invloed op, maar 10% tot 20% van je ontwikkelkosten die jaarlijks terugkomen, is heel realistisch. Oké, interessant. Ja, dat is ook wat ik merk in de markt. Een beetje afhankelijk van de prijs. Dus ik neem altijd 10%, maar dat kan inderdaad uitlopen. Ik heb ook wel eens gehoord dat er eigenlijk bij een developer dat je uren inkoopt. Vaste uren per jaar. Dus bijvoorbeeld als je zegt, ik heb mijn app laten maken voor 1000 uur. Ik koop 100 uur in per jaar. En dat die dan worden besteed aan onderhoud, SLA, bugs, et cetera. En als er dan budget overblijft, dat dan nog eventueel aan functies besteed kan worden, of in ieder geval ontwikkeling. Is dat ook iets wat jullie doen, of werken jullie met een soort van vaste SLA-prijs? Eigenlijk een beetje van beide. Dus wij hebben SLA's opgebouwd. Dat is meer voor bedrijven die ook bedrijfskritische apps hebben, of een bepaalde hoge bereikbaarheid nodig hebben. Ja, of gewoon waarin een duidelijke een ritme zit qua samenwerking, waarin wij kunnen monitoren hoe het met die app gaat. Dus eigenlijk, bij een beetje serieuze app heb je al een SLA, maar dat is meer een dienst, het proces eromheen, het beschikbaarheid hebben van mensen. De uren die staan eigenlijk los. Dus de uren die daadwerkelijk verbruikt worden, die komen daar nog bovenop. Dus dat zijn percentages die we net genoemd hebben. Ja, ik werk vaak wel met iets van een, dat kan puur op nakalculatie, maar ik zou zeggen, hang daar wel een periodiek urenpotje aan. Of dat nou een maand of per jaar is, maakt niet uit. Maar dan heb je in ieder geval altijd budget op de begroting staan, vanuit de klantzijde, onze klantzijde. Maar ook, dan hoef je niet losse uurtjes te factureren. Dan kun je gewoon zeggen, oké, dit is ons advies, het past binnen de bundel. We hebben proactief controles gedaan, want dat doen wij ieder kwartaal, om te zorgen dat je app up-to-date blijft. Om dat te doen. Dus eigenlijk begroten wij het inderdaad ook wel, maar krijg je wel op nakalculatie gewoon
te zien wat wij daadwerkelijk besteden. Dat is gewoon heel transparant. En een aantal SLA is eigenlijk om die afspraken die er allemaal omheen zijn te borgen. Qua bereikbaarheid, beschikbaarheid, serviceniveau, tarieven. En het proces daaromheen. Oké, duidelijk. Dus dan heb je ook uren. En kun je die dan ook meenemen naar volgend jaar? Of werkt dat niet zo? Is dat niet hoe die afspraak werkt? Ja, als we echt een urenpotje hebben inderdaad. Dus of het is op nacalculatie of het is echt je betaalt 10 uur deze maand vooruit. En we verbruiken er inderdaad maar x aantal. Dan blijft dat gewoon openstaan. Ja, dan neem je dat mee. Het is geen ouderwetse telefoonabonnement. Dat je openstaande saldo vervalt. Het gaat er meer om. Kijk, je hebt niet iedere maand of iedere kwartaal evenveel werk. Maar je hebt misschien wel 1 keer per jaar voor een half jaar een uren werk. Omdat jij moet gaan updaten. Dan heb je dat een beetje verspreid. Dan hoef je niet in 1 keer af te tikken, ook in die zin. Maar heb je daar gewoon een post voor opgenomen en kun je dat makkelijk opvangen. Dan ben je ook niet verrast door die kosten. Want ja, tel maar uit, het kan wel aantikken. En dat is vervelend als je daar niet op hebt geanticipeerd. Oké, goed om te weten dat het zo werkt voor de onderhoud. Dus nu heb ik alle fases gehad. En ja, ik krijg die vraag heel vaak van mensen dat ze zeggen van... Ja, oké, die apps zijn zo duur, maar er zijn toch ook alternatieven. Hè? Dus er wordt vooral online wordt er veel gedeeld over, hè, zie je advertenties bijvoorbeeld voorbij komen voor een paar honderd euro of voor een paar duizend euro een app. Outsourcing hebben we al even besproken, maar er zijn natuurlijk nog andere alternatieven. Weet jij hoe dat komt, dat soort advertenties überhaupt de ronde gaan? Ja, kijk, apps zijn al jaren eigenlijk zijn een trend in die zin ook. Dus het is opkomend en nu is het vast gemeengoed. Maar heel veel bedrijven zouden graag een app willen. Hè, omdat ze ervan overtuigd zijn dat het een bepaalde meerwaarde voor hun klant bijvoorbeeld bedient. Ja, en als jij dat heel laagdrempelig kunt aanbieden, dan is dat aanlokkelijk. Hè. In alle eerlijkheid, ik denk als jij voor zo'n bedrag een app probeert te maken, nou, dat is sowieso iemand die dat er een beetje bij doet. Daar zit geen organisatie achter. Maar vaak zijn dat ook gewoon omgekatte websites. Dus als ik de website van app-specialisten in een webview een app van maak, in een dagtijd. Het ziet er niet uit in alle eerlijkheid, maar je hebt wel een mobiele app die je kunt downloaden. Nou ja, dan heb je voor een relatief laag bedrag je eigen app. Ik moet wel zeggen dat bijvoorbeeld een Apple, die is daar heel streng in geworden. Dus die kan het best afkeuren, die app, in de App Store. Of uiteindelijk als ze erachter komen, je app uit de store knikkeren. Dus uiteindelijk biedt het geen waarde, want het is eigenlijk gewoon een mobiele weergave van jouw website als app zijnde. Nou, dat kun je ook gewoon in de browser op je telefoon doen. Maar ja, het klinkt heel aanlokkelijk. Dus dat is het meer. Maar ja, goed. Dus dat vind ik wel mooi gezegd. Of het zijn mensen die het erbij doen. Hè? Dus dan misschien studenten of outsourcing of zo. Dat het geen professionele maatwerkontwikkeling is. Of het zijn inderdaad dat je bestaande website kan omzetten naar een app. Ik noem dat zelf een app voor de app. Dus dat je wel een app hebt, maar het levert niet zo heel veel waarde. En laat ik meteen ook zeggen, dat is dus niet geschikt voor unieke ideeën. Dus als je een uniek idee hebt voor een app, dan is dat gewoon niet van toepassing. Of bijna niet van toepassing. Uitzondering zie ik dan eventueel bij zogenaamde white label apps. Dus dat zijn dan apps die bijvoorbeeld zeggen van nou, ik ben zelfstandig fitnessinstructeur. Dus dan een aanbieder die zegt van je kunt binnen onze app kun je dan een soort van platformpje maken dat je geeft aan je cursisten, waardoor ze bij kunnen houden wat ze eten, welke trainingen ze moeten doen. En ja, jij als fitnessinstructeur kunt een abonnement bij ons nemen en jij rekent dat als het ware door naar jouw cursisten. Dus daar zijn bijvoorbeeld heel white label aanbieders voor. En dan kun je, als je zo'n idee hebt dat eigenlijk al duizenden keer is bedacht, als het ware, of waar heel veel vraag naar is in het algemeen in de markt, zou je dat wellicht kunnen gebruiken. Heb je dat zoiets wel eens aanbevolen aan een klant om white label iets te gaan bouwen in plaats van maatwerk wat jullie doen? Ja, maar dan eigenlijk vanaf de andere kant bekeken. Kijk, ik noem dit geen white label, want white label is meer een kopie. En dan moet je het toch nog zelf onderhouden. En dan zou je onderhoud eigenlijk heel duur worden, want vaak is zo'n platform best wel uitgebreid. Dus dan ben je veel meer kwijt aan je onderhoud dan aan de initiële of licentie of aanschaf, of hoe het model ook in elkaar zit. Ik noem dit gewoon meer een soort
Ja, dit is gewoon een soort SaaS-oplossing. Het is gewoon een licentiemodel waarbij je het afneemt en je eigen huisstijl aan mee kan geven. Ik heb het wel andersom eens aangeraden. Kijk, wij krijgen wel eens aanvragen voor iets heel specifieks. Maar dan zijn de ontwikkelkosten eigenlijk heel hoog. Hè, dus als jij voor eigen gebruik een app wil ontwikkelen, en dat hele traject kost 100.000 euro, dan is het vaak misschien de moeite niet. En dan krijg je een business. Maar als jij dit white label kunt opzetten en je kunt het in de hele branche of in andere branches weer als licentie verkopen, dan kost het misschien wel meer zelfs nog, hè, om het zo op te bouwen. Maar dan betalen andere mensen mee aan het ontwikkelen en het onderhouden van jouw platform. Hè, dus dan zie ik het meer als een businessmodel. Dus dat is ook moeilijk. Hè. Daar moet je echt wel een hoop voor doen. Maar ja, dan maakt het wel ineens een klap interessanter. Ja, inderdaad, als je dat kunt gaan doen. Goed, dan moet ik meteen zeggen dat moet wel een core business zijn dan een beetje. Hè, dat je een app kunt gaan exploiteren. Maar inderdaad, interessant. Ik heb dat gezien, misschien wel leuk om dat even te noemen. Andersom meer gedacht, bijna hetzelfde concept, maar dan vanuit een ontwikkelaar. Ingmar Vroege, die is eigenaar van een appontwikkelaar op een ontwikkelingsbureau dat niet meer bestaat. En die heeft een keer een vraag gekregen, volgens mij was dat van een universiteit. Van, hey, wij moeten BHV'ers gaan bijhouden. We moeten bijhouden of BHV'ers genoeg aanwezig zijn op locatie in het geval van een noodgeval. Die universiteit kwam naar hen toe en die wilde dat eigenlijk voor een relatief laag budget een app laten maken. Toen zei Ingmar, weet je wat, ik ga dit als ontwikkelaar, als product ontwikkelen en jullie zijn dan gewoon mijn eerste klant. En dan kon die klant kon dat voor een soort van abonnementstructuur kon ze het afnemen, dus laat ik zeggen van een paar honderd euro of een paar duizend euro per jaar. En toen is Ingmar dat eigenlijk aan verspreiden, is ook gestopt als appontwikkelaar, maar heeft dus Safeguard ontwikkeld als een soort van app waarmee je dus kunt bijhouden waar BHV'ers zijn. Dus dat is natuurlijk ook weer een mooi idee om zo over businessmodellen na te gaan denken. Van hey, kan je het zelf doen? Gaat de ontwikkelaar het doen? Moet je het helemaal maatwerk bouwen? En als je maatwerk bouwt, wie gaat ervoor betalen? Doe je dat zelf of voor andere klanten? Ik denk dat daar een hele wereld ligt qua verdienmodellen in ieder geval. Maar goed, even terug naar de kosten. Hè, want we gingen het hebben over die kosten en hoe je kosten kunt besparen. Dus white labeling is een manier, dus dan is het geen maatwerk meer. Maar dan zit je binnen een bepaalde structuur. Dus dan heb je niet de optie om je idee aan te passen. Ik heb ook veel gehoord over nieuwe ontwikkeltechnieken. Die zouden ook kosten kunnen besparen. Hoe pakken jullie dat aan, Herbert? Wij hebben ook onze voorkeurstechnieken. Kijk, wij ontwikkelen enerzijds native apps. Dus iOS en Android. Maar wij gebruiken ook hybride. Dat doen wij in React Native. Ja, en een stukje React voor web, voor dashboarding, voor webapplicaties en .NET voor backends. Dat is eigenlijk een beetje onze techniek suite waar we ons op richten. En wij kijken per project of per aanvraag van wat weegt hier het meest? Wat zijn de voor- en nadelen van een bepaalde techniekkeuze? En dat kan budgetgestuurd zijn. Wat kost een app? Maar het doel van die app en wat je ermee wil bereiken. Of unieke features, die bepalen eigenlijk, zeg gezegd, wat nou de beste techniekkeuze is. Hè? Dus wij kijken altijd van wij verkopen in die zin oplossingen en niet een app. Ik merk dat een hybride techniek, als je dus cross-platform, iOS en Android gaat ontwikkelen, iets voordeliger is. In de basis. En dat zit hem voornamelijk in de consistentie. Kijk, je hebt natuurlijk 90% van de onderhuidse app, die is hetzelfde. Die bouw je hybride op. En die laatste 10% die bouw je native op. Zo zou ik het even kunnen schetsen. Ja, dus voor de duidelijkheid, cross-platform wil zeggen, je bouwt niet aparte apps voor iPhone en Android, maar je bouwt eigenlijk in één keer vanuit één ontwikkeltaal voor beide platformen. En dat is hybride of cross-platform ontwikkeling, zeg ik het dan goed? Ja. Ik probeer het in die taal in ieder geval op deze manier zo duidelijk te schetsen. Dus eigenlijk is dan zeg maar 95% is gelijk aan elkaar. En puur die laatste 5 tot 10% is platformspecifiek. En anders moet je twee keer het geheel bouwen. Ja, maar de reden in mijn ogen moest niet echt zijn een geldkwestie. Kijk, het zit vooral in maak de juiste keuzes op basis van een bepaalde strategie en advies.
Ik denk dat hybride iets voordeliger is, omdat jij natuurlijk 9% gedeeld hebt. Is veel efficiënter qua testen, qua consistentie. Als er een bug is, dan zit die, hoef je maar één keer op te lossen. Allemaal dat soort dingetjes, foutjes, et cetera, dat maakt het iets efficiënter. Dus als je vanuit kostenperspectief kijkt, dan zou je efficiënter kunnen werken als jij in één keer een iOS en Android app zou willen. Want anders, puur één van de twee native zou nog steeds voordeliger kunnen zijn. Maar als je allebei de platformen wil, dan zou ik zeggen, ja, dat een hybride techniek iets voordeliger kan zijn. Maar dat, ik vind nog steeds dat niet een argument moet zijn om een techniek af te dwingen. Ja, maar dat vind ik wel interessant, want je zegt het gaat niet om de budgetkwestie, zeg maar. Maar ik vraag me wel, je zegt het gaat om efficiëntie. Maar hoezeer is dat dan... Maar dat is eigenlijk bijna hetzelfde, toch? Dus dat je zegt van, ja, je komt lager uit in de kosten doordat het efficiënter is. Of ja, begrijp ik je nou dan niet helemaal? Nee, dat klopt. Je komt wel iets lager uit, maar het verschil is geen dag en nacht. Dus het zit in die laatste, ook wel in de ontwikkeling. Maar je bent langer bezig om die 90% die basis gelijk te trekken. Dat is meer werk dan even voor één platform een native app maken. Dus de winst komt pas aan het einde. Als je gaat liggen testen, als er bugjes zijn. Als jij uitzonderingen gaat zoeken. Dan in die fase gaat het eigenlijk pas echt uitlopen. In de euro's. Maar het is niet dat het dan maar de helft van de prijs is. Het verschil is in die zin relatief. En ik denk dat de meerwaarde van een hybride techniek dus niet puur in de prijs zit, maar meer in de app heeft geen specifieke native functies of voor je gebruikerservaring of voor de flow of voor een specifiek toestel. Dus daarom gaan wij hybride ontwikkelen. En dan is het mooi meegenomen dat het in prijs iets kan schelen. Ja, precies. Dus je zegt niet van ik wil goedkoop uit zijn, dus ik ga hybride. Dat is niet het goede uitgangspunt. Het uitgangspunt moet zijn, we hebben een bepaalde app, welke ontwikkelmethode past daarbij. Ja, en dan als we daarna onderaan de streep gaan kijken, dan zou het kunnen zijn dat je lager uitkomt in de prijs. Ja. Begrijp ik je zo goed? Ja, exact. Ja. Oké. Dus even voor de duidelijkheid. We hadden het net gehad over ontwikkelkosten. Laat ik zeggen, tussen de 30.000 en de 60.000 hebben we ergens genoemd. Het is niet zo dat hybride apps vaker aan de lage kant zitten en native apps bijvoorbeeld meer aan de hoge kant bij jullie. Nee, zeker niet. Maar het is ook heel moeilijk om dat zo vast te leggen. Want het ligt er ook aan of er nog meer bij komt kijken dan een app. Soms hangt het ook vast met een API of een koppeling of een backend. Of nog hoort er een dashboard bij. Kijk, als jij een React dashboard bij jouw app wilt, ja, dan ga je hem niet jouw app native ontwikkelen, maar dan doe je dat ook in React Native bijvoorbeeld. Omdat ze dan dezelfde techniek delen, dat is veel logischer qua onderhoud, qua ontwikkeling, het communiceren met elkaar. Dus ik vind het heel moeilijk om daar in de onderkant, een hybride app kan tonnen kosten. daar heeft het niks mee te, in die zin is dat moeilijk te bepalen. Oké. Nee, prima. Oké, dat is wel heel duidelijk. Ik denk dat het ook verhelderend is. Ik denk dat heel veel mensen vanuit gaan, dan bouw je het in één keer in plaats van twee keer, dus je bent goedkoper uit. Maar dat is dus niet de goede start. Maar goed, dat is wel iets wat vaak wordt gecommuniceerd in de markt. Maar het is ook een tactische keuze. Kijk, het voorbeeld wat we er straks over hadden, van diegene die bij mij kwam, een begintraject tot binnenkort de eerste oplevering. Daar zaten ook te kijken naar React, maar daar was gebruikservaring heel erg belangrijk en zij wilden starten gewoon met één platform om dat te testen, een eerste versie neer te zetten en daarna pas, in dit geval iOS, en daarna pas Android erbij te gaan doen. Dus jij richt je eerst 100% op iOS. Nou ja, dat is die eerste fase, dus tot en met een eerste release, is veel voordeliger dan als jij dit in React Native, in een hybride taal techniek zou doen. Dus het is ook een tactiek, of een techniek, een tactische strategie van hoe ga ik iets in de markt zetten. En welke doelgroepen en welke stappen wil ik dat gaan doen. Ook dat kan dus bepalend zijn voor wat voor techniekkeuzes jij hebt. Ja, interessant. Dus het is inderdaad breder dan dat. Nee, heel goed. Ik denk dat er wel een shift kan zijn. Ik vind het leuk dat je dat even toelicht. Ja, goed. Ik probeer natuurlijk mee te denken met de luisteraar nu. Want die denkt nog steeds van, die 30.000 euro heb ik niet in mijn achterzak. Of eigenlijk nog meer, waar we het al eerder hadden.
Dus ja, ik zat te denken van ja, hoe krijg je dat nou betaald als app-ideebedenker? En wat ik ook vaak hoor is dat er wordt gevraagd aan een developer om mee te investeren. Dus dat er bijvoorbeeld aandelen wordt genomen van een app in plaats in ruil voor winst in de toekomst. Of dat er op een bepaalde manier de bedenker tegemoet gekomen wordt met zijn idee. Zodat de developer, ja, die besteedt alleen maar zijn uren. En dan kan die in ieder geval heeft die potentieel heel veel winst, want het is een goed idee. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik persoonlijk sta ik daar wel voor open. Op die manier kun je natuurlijk de handen ineens slaan en verstrengel je eigenlijk de belangen van elkaar, van het succes worden van de app. Dus het is strategisch zeker een interessante optie. Ik merk wel dat wij daar wel kritisch op zijn. Enerzijds, we hebben gewoon omzet uit uren nodig om de kosten te kunnen dekken. Dus je kunt niet alles zomaar uit eigen portemonnee voorfinancieren of te weinig omzet draaien. En als ontwikkelaar ben je ook afhankelijk van die andere partij. Dus wij kunnen als ontwikkelaar iets heel moois maken, maar de andere partij, die moet er het succes van maken, want die moet het vermarkten, verkopen, support leveren aan de eindklant. En daar zou ik als ontwikkelaar geen of heel weinig invloed op hebben. Dus je moet, het is heel belangrijk dat je een hele goede klik hebt met zo'n partij, achter het idee staat, de potentie moet duidelijk zijn. En er moet gewoon een duidelijk plan achter zitten van oké, en hoe gaan we dat dan ook doen? Want een idee kan heel mooi zijn, maar goed, er zal toch iemand die kar moeten gaan trekken en het ook waarmaken. Maar zodra al deze lampjes op groen zijn, ja, dan is het natuurlijk een gouden zet. Mooi gezegd. Ja, dat is wel leuk. Ja, ik hoor ook wel eens van mensen dat ze het bijna een voorwaarde vinden, omdat dan inderdaad de developer op een lijn zit. Dus dat de belangen gedeeld zijn. Zijn er nou ook manieren om die belangen sterker te verstrengelen zonder met een soort van aandelenconstructie te werken? Ja, goede vraag eigenlijk. Kijk, zo'n aandelenconstructie werkt ook niet bij iedere organisatie of met iedere ontwikkelaar. Want een ontwikkelaar is daar niet mee bezig. Het is niet de business van een ontwikkelaar. Dus het klinkt mooi, maar het is ook niet altijd brengt het wat het zou moeten. Ja, ik ben zelf wat meer van de langdurige samenwerkingen. Dus zo'n eerste versie is heel leuk, maar een app, als jij daar een paar jaar niks aan doet, dan is die weg. Dan is het weggegooid geld. Dus ik geloof veel meer in het continu doorontwikkelen en om daar samen een ritme in te vinden en een hele nauwe samenwerking waarin je dus ook een bepaalde commitment hebt. Heel efficiënt werkt, want je kent elkaar. Je bent al een hele periodiek ook weer met elkaar aan de slag. Dus stel, je hebt een app ontwikkeld en je gaat daarna iedere maand een sprint van 1 of 2 weken doen. Nou, dan ben je continu met die app bezig. Dat betekent, dat kost heel veel geld. Daar kun je niet omheen. Maar het brengt ook heel veel op. Want je bent continu een team aan het uitdagen van oké, we gaan weer iets nieuws toevoegen. We gaan weer meerwaarde toevoegen aan die app. En die meerwaarde, daar zit de waarde in. Dus het zit niet zo in de kosten gaan niet omlaag, maar de waarde van jouw app die gaat veel harder omhoog. Dat gaat op een hele efficiënte manier, op een continue basis, waardoor jij ook jouw eindgebruikers weer continu kan prikkelen en vermarkten. Daar ga je op zitten. Dus ja, die kosten kun je wel een klein beetje naar beneden, maar de potentie van de app, die ga je veel meer benutten. En dat weegt veel zwaarder in mijn ogen dan de kosten 10% naar beneden proberen te krijgen. Terwijl jouw waarde van je app 10 keer zoveel kan waard kan worden als je het goed doet. Dan kun je beter die goede ontwikkelaar hebben inderdaad. Oké. Duidelijk. Ja, dus ik geloof veel meer in die samenwerking. En ja, dat. Ja, en daar ben ik mee eens. Dus je moet die samenwerking opzoeken. En ik denk dat mijn inziens hoeft dat niet per se door aandelen of door een financiële commitment of eigenaarschap. Ik zie gewoon dat heel veel apps succesvol worden gewoon ondersteund in een hechte samenwerking met de ontwikkelaar. En dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Dus dat vind ik ook mooi om te zien. Ja, wat ik dan daarnaast even wil kijken van hoe werkt dat nou als je zo'n lange termijn samenwerking aangaat? En hoe zie je nou die kosten daarvoor eventueel in ontwikkelen? Heb je misschien een klant in gedachten dat je denkt van nou, dat is misschien een mooi voorbeeld van hoe zo'n lange termijn samenwerking zich heeft ontwikkeld? Ja, zeker. Ja, we hebben
meerdere van dit type klanten die inderdaad een waarbij eigenlijk ook wel de app een core business is. Hè? Dus dat is wel duidelijk in het verhaal. Dan ben je continu bezig met die app, aan het vermarkten, aan je app als bedrijf zijnde. Hè? Die app is ook echt je bedrijf. Die ben je dan aan het uitbouwen. We zitten een bedrijfsverzamel gebouw. We hebben zelfs hier al enkele klanten zitten waar we dat periodiek mee samenwerken. Dus dat betekent minimaal, ik zou zeggen, 1 keer in de maand. Ja, en dan draaien we eigenlijk gewoon een sprint met een heel team. Hè, waarin we gewoon samen met de klant, of de klant heeft ideeën, maar soms hebben wij ook vanuit technisch perspectief, hè, of vanuit oog van, op de markt, hè, of andere ideeën, of een brainstorm sessie die we organiseren, input die we de backlog zetten en dus uiteindelijk opnemen in zo'n sprint. Ja, en ik geloof ook als je echt een commerciële app nodig hebt, dat jij zo'n modus moet gaan hebben. Je kunt niet een app bouwen die overhevelen en denken dat het dan een succes gaat worden met hetgeen dat er dan ligt. Je zult toch een lange adem moeten kunnen hebben en daar dus ook wat verder in kijken. Dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. En wat ik wel leuk vind is, van, hè, wat je noemt, zegt van een bedrijf dat bij jou in het verzamelpand zit. Maar ik zou het ook heel leuk vinden om het heel concreet te maken. Om bijvoorbeeld echt voorbeeld, misschien zelfs bij naam te noemen. Dan hoef je geen kosten te noemen hoor, maar om het even bij naam te noemen. Ja, zeker. Kijk, een voorbeeld hier in het gebouw is Yachtspot. Daar werken wij 2 keer de maand voor. En daarin, dat is een app voor flex werkplekken eigenlijk. Dus je hebt een kantoor en daar zitten allemaal buttons op, hè, die je kunnen opkleuren. En daarmee kun je een app kun je reserveren waar en hoe lang je ergens gaat zitten. Dus eigenlijk reservering van jouw werkplek of van vergaderruimtes. Hè, dit kan heel groot worden, of is eigenlijk al heel groot, maar dit kun je heel ver uitbreiden. Waarin jij dus op afstand jouw plekje kan reserveren voor die dag. Hè, en net hoe lang je daar wilt zitten. He, op die manier weet je ook hoeveel beschikbaar is en kun je ook managen. Met corona was dit natuurlijk een enorm relevante app. Dus het is helemaal geëxplodeerd. Maar we hebben grote kantoren, je ziet het nog steeds vaak, hè, kantoortuinen, mensen. Thuiswerken is ook, hybride thuiswerken is ook wel een beetje het nieuwe normaal, ook in mijn ogen. En met zo'n reserveringssysteem kun je gewoon heel efficiënt omgaan met jouw office space. Maar weet je ook hoeveel mensen er zijn bijvoorbeeld. Hè? Je kunt hier ook beveiliging aan hangen. Dus als je dit breder nadenkt, dan kun je hier heel veel leuke dingen mee doen. Dus dit is echt een app voor die Yachtspot weer bij wat grotere bedrijven neerzet. Een heel ander voorbeeld, dat is weer meer intern, is Verschoor Metaaltechniek. Nou, dat is een metaalbewerker. Hè? Dat is echt een soort fabriek. Daar werken we ook periodiek aan. Die hebben een. Iedereen in de fabriek loopt rond met een tablet. Hè, en dat is gekoppeld aan al hun systemen. En daar zit heel hun werkvoorbereiding in. Dus dat. Ze kunnen QR-codes scannen. Ze weten waar alles ligt. Waar alles in welk proces zit. Gekoppeld met het magazijn. Hè, met voorraden. Met ERP. En dat bespaart dus weer in die zin weer letterlijk mankrachten. Hè, want je hebt minder werkvoorbereiders nodig. Want jouw processen in jouw fabriek zijn gewoon geautomatiseerd. En ja, door dat continu, hè, het bedrijf is groeiende, je wil dat steeds weer fine-tunen, er komt weer een nieuwe machine bij wijze van, je gaat dat continu weer uitbreiden en doorontwikkelen met nieuwe functionaliteiten, om dat proces gewoon zo efficiënt mogelijk te maken. En dat heeft weer een heel ander, in die zin ook verdienen of businessmodel. Dat vind ik wel interessant. Dus je hebt echt dat Yachtspot wat echt een soort van start-up is. Echt een jong bedrijf, dat tenminste zo klinkt het. Die is echt snel aan het groeien is, dus die snel moet ontwikkelen. En je vertelde ook van een juist meer gevestigd bedrijf dat je eigenlijk hebt gebruikt als procesoptimalisatie. En dat jij eigenlijk mee blijft denken als het ware in die procesoptimalisatie. Ja, dat vind ik wel een mooi voorbeeld van. Hoe werkt dat dan? Dan stel je wil dat met zo'n ontwikkelaar, dus dan laten we zeggen aandelen kan, maar dan moet je dus echt heel goed die belangen hebben. Vraag is ook maar, je gaat er niet 100% voor financieren als ontwikkelaar, want dat is ook niet je rol natuurlijk, maar je kunt misschien, laat ik zeggen, korting geven of in ieder geval een ontwikkeluren overleggen. Maar dat gezegd hebbende, dat zijn methodes om te financieren, maar je kunt dus ook een manier vinden om op lange termijn te blijven samenwerken. En hoe doe je dat dan? Koop je dan een bepaald aantal uren in per maand of een aantal sprints in per maand, hoe werkt dat dan?
Ja, eigenlijk dat. Letterlijk, hè. Dus je koopt inderdaad, je spreekt wel even de wensen af. Hè. Dus de ambities, wensen, wat is ook financieel haalbaar. En dan ga je bepalen, oké, laten we periodiek, hè, bijvoorbeeld 1 keer in de maand sprint met dit team doen. En dan heb je daar een vast ritme in. Hè. Dus dan kun je dat op tijd voorbereiden. Hè. Je weet dat jij al jouw ideeën ook hè, op korte termijn kwijt kunt. Hè, want je bent continu aan het doorontwikkelen in je app. Voordeel daarvan is dat je ook wel flexibiliteit hebt. Hè. Dus als er even iets tussen schiet, van hey, we moeten even iets updaten of wat dan ook, dan kun je daar ook meteen in meenemen. Hè. Dus jouw onderhoud is, hè, een groot deel van jouw onderhoudsuren kun je eigenlijk in 1 keer meenemen, omdat je toch periodiek aan die app werkt. Is het ook hè, continu inzichtelijk. Hè. Het is on top of mind van bij al die ontwikkelaars. Dus eigenlijk spreek je inderdaad gewoon af van, in die zin spreek je een budget af. Hè? Hoe groot kan de sprint zijn? Dan leg je het budget vast en de scope hè, en de periode leg je vast. En dus de scope is dus, ja, ga je per sprint, hè, per maand in dit geval bepalen. Hè, in overleg met je klant, van wat zijn onze ideeën, wat vinden we nu belangrijk, wat is de grootste meerwaarde, oké, dan gaan we dat doen. Ja, dat is natuurlijk wel mooi in die sprints. Hè. Dus voor duidelijkheid, hè, mocht je dat nog niet duidelijk zijn, de sprint is een korte samenwerkingsperiode van bijvoorbeeld 1 week of 2 weken, waarin je dan samen snel aan de slag gaat. Past ook heel goed bij het agile werken, hè, dus dat je eigenlijk veel feedback krijgt op wat er gebouwd is. Dus dat werkt wel heel goed. Oké, we hebben heel veel besproken al, als ik zo zie. We hebben de kosten natuurlijk besproken, maar ook hoe je je kosten onder controle kunt houden. De fases daarvan vind ik interessant. Wat ben ik nog vergeten te vragen, als het aan jou ligt? Nou, misschien wel waarom die kosten zo hoog zijn. Ik kan niet. Ik kom ook wel eens organisaties tegen die denken dat je inderdaad echt voor een appel en ei een app kunt maken. Maar een app maken, hè, en zeker als je dat nog wel breder ziet, hè, als applicatie zijnde, is gewoon heel complex. Hè. Dus het is onvoorspelbaar. Hè. Je hebt heel veel afhankelijkheden van Apple en Google noemde ik al, maar dat kan ook van andere koppelingen zijn, andere API's die je aangeleverd krijgt. En eigenlijk ben je dus iedere keer aan het pionieren, want je bent iets aan het maken wat er nog niet is. Hè, want daarom maak je het ook. Dus het kost gewoon heel veel tijd. Ik heb pas iemand gesproken en daar was ik het helemaal mee eens. En die bevestigde dat en die zei, ja, zelfs als je een app zou ontwikkelen die niks kan, hè, dus gewoon een app, eigenlijk een lege app, dan kost het al €10.000. Gewoon een app die niet, hè, omdat je moet het optuigen, het project, je moet het kunnen releasen. Je zit met Apple en Google met voorwaarden waar je aan moet voldoen. Hè, je moet alles uitwerken. Hè. Je hebt gewoon toch die fases waar je. Dus als je zelfs een lege app, hè, is al zoveel werk. Gewoon om het überhaupt te realiseren. Hè. En ik denk dat dus ook goed is om te realiseren. Hè, van een app is gewoon een complex, veel werk. En moet je in die zin ook niet onderschatten en serieus nemen. Ja, ik vind het ook heel logisch. En als je in de sector zit, dan is het ook heel logisch. Maar ik heb het idee dat mensen op hun telefoon een klein icoontje zien. Iets wat handig is, makkelijk werkt, snel is. Vaak gratis te gebruiken is als consument in ieder geval. Dus die associatie met duur en veel werk is heel moeilijk met zoiets klein, snel, goedkoops. Dus ik denk dat het daardoor komt. Dat is mijn gedachte erbij. Terwijl als je het hebt over alleen al het woord verlengen door te zeggen applicatie of door software of zo, dan wordt het eigenlijk al een heel ander verhaal. Dan gaan mensen er anders over nadenken. Oké, ja, maar ik heb heel veel dingen al aan jou gevraagd. Volgens mij kunnen we langzaam gaan afronden. Heb jij nog iets wat je naar voren zou willen brengen, bijvoorbeeld een project of zo, waar je naar hebt gewerkt of iets wat eerder opvallend was bij kosten of iets anders? Nee, niet echt. Kijk, wij bouwen dus ook geen prijs in die zin op. He, eigenlijk verkopen wij sprints. He, dus wij schatten in hoeveel werk iets is. He, dus, maar er zit wel een stukje calculatie achter. He, een vergelijking met een aantal referentieprojecten. He, zodat we dat ernaast kunnen leggen. En op basis daarvan schatten wij in zoveel sprints van zoveel uur. Hebben wij nodig om naar zijn eerste versie te werken. En eigenlijk weten we ook al wel dat we dan nog 1 of 2 sprints extra nodig hebben om het beoogde product helemaal te realiseren. Dus dan ga je van een MVP in eerste versie naar die versie 1. zoveel of 2.0 om het hele plaatje te realiseren.
Dus ja, wij bouwen die prijs in die zin ook op uit sprints. Waarin wij eigenlijk in een sprint nul, dat is misschien wel leuk om te weten, ook heel veel voorbereiden. Hè, kijk, normaal in een sprint bereid je ook al de volgende sprint voor. Hè, daar ga je al voorbereiden. Maar ja, bij een eerste sprint kan dat niet. Dus dan hanteren wij bij start van een project altijd wel een uitgebreide sprint nul. Want dan ga je, wij werken met Jira, ga je heel Jira, Kanban board, et cetera, opzetten. Maar ook architectuur bepalen. Soms zitten er spannende stukjes techniek in, hè, functionaliteiten die nieuw zijn. Die ga je dan al in die sprint 0 vaak al verifiëren. Van kunnen wij dit links of rechtsom het beste doen? En zo ga je eigenlijk al heel die projectvoorbereiding doen. En dat is niet alleen van wat gaan we in sprint 1 doen, maar eigenlijk heel die hosting opzetten, dat soort ontwikkelomgeving opzetten. Eigenlijk doe je dan een hele hoop zaken. Nou, dus ik denk dat dat een soort van voorbereidingsfase is voordat je echt gewoon een reguliere sprint draait. Ja, en even voor duidelijkheid, we hadden het er straks ook over fases en er zit dan meer de designfase in. Is dat dan, of lapt dat met een sprint 0? Of zit... Nee, dit is de ontwikkelfase. Ja, dit is echt puur de ontwikkelfase. Dus je krijgt een ontwerp aangeleverd. Dat is heel leuk, maar je kunt niet gewoon van scratch beginnen. Je gaat er toch even een plan voor maken. Oké, dit gaan we als eerste doen. Dit is een beetje onduidelijk, dus dan gaan we vast onderzoeken, zodat we daar niet iets gaan ontwikkelen waar we later weer op terug moeten komen, omdat het niet goed was. We gaan vast een ontwikkelomgeving optuigen, een project. Dus je gaat gewoon die basis al alvast klaarzetten. Zodat je een duidelijk plan hebt van oké, de komende sprints gaan we dit en dit grofweg doen. Ja, maar dat vind ik wel leuk, want dus als we even terug naar die fases gaan, dan koop je sprints, maar dat zijn dus vooral ontwikkelfases, in de ontwikkelfase zitten sprints. En die ligt tussen de 30.000 en de 60.000 om een volledige app te maken. Wat is dan, hoeveel sprints heb je dan nodig? Kun je dat ook uitdrukken? Dan kun je zeggen, een sprint kost 5 of 10.000 euro of zo, of werkt dat dan niet zo? Nou, het ligt heel erg aan hoe groot het project is, hoe groot het team moet zijn, hoeveel technieken er nodig zijn. Want als je, daar hangt het eigenlijk aan samen. En dan kun je bepalen, een sprint is 1, 2 of 3 weken. Een van die drie zal het zijn. En dan is het nogal een verschil of je met z'n tweeën of met z'n vijven bent. Dus ook qua kosten van een sprint. Ja, een sprint kost dus al snel minimaal 10.000 euro. Dus 10 of 20.000 euro kost vaak een sprint. Ik denk dat er een gemiddelde zal zijn. Want je wil ook lang genoeg kunnen werken om iets te kunnen opleveren. Dat zorgt ook voor focus. Ja, dus dat soort bedragen praat je dan wel over. Ja, precies. Oké, dus dan ga ik er een beetje vanuit van, je gaat naar zo'n MVP toe. Dan heb je waarschijnlijk, of kun je, als je het een beetje slimper aanpakt, kun je voor 30.000 euro een app bouwen, met minimale functies. En dan met een sprint van 10.000 euro, laten we zeggen, zou je ongeveer 3 sprints, zou je een MVP kunnen gaan bouwen. Ja. Zeg ik niet gekke dingen, of? Nee, dat zou je het kunnen schetsen, ja. Ja, inderdaad. Ja, wat dat betreft snap ik ook heel goed. Volgens mij zie ik je een beetje knarse tanden nu. Want we hebben het al de hele tijd over kosten, weet je wel. Hoeveel die app kost en of dat nog die prijs nog niet lager kan, weet je wel. Wat dat betreft moeilijke vragen. Maar ik vind het, want de potentie van apps is gewoon zo groot. En ik denk, als je gewoon een serieus bedrijf hebt, of een serieus business case, of een serieus businessplan, dan kun je er gewoon zoveel uithalen. En dan zijn die kosten, natuurlijk moet je er grip op hebben. Maar van de andere kant, je moet ook de volledige potentie eruit halen. Dus het gaat meer om de manier van samenwerken, wat de meest geschikte techniek is, dat je de juiste mensen hebt, dat je een samenwerkingsvorm kiest, zoals Agile, wat daar goed bij past. Dus dat je niet de kantjes ervan afloopt. Maar goed, het is wel de vraag die ik vaak krijg. Maar ik kom steeds weer tot deze conclusie. Ben je het daarmee eens, Herbert? Ja, kijk, ik ben het daar minimaal mee eens. Ik zou het daar misschien nog wel overheen willen gaan qua app en kosten. Als jij heel erg op je budget zit, dat is heel leuk voor een eerste versie. Maar als jij ook als start-up een commercieel succes wil hebben, waar ik dan even nu de aanname doe in jouw voorbeeld van 30.000 euro, dan heb jij niet, de apps vandaag of heb jij niet morgen succes. Dus je hebt een aanloopperiode van een paar jaar, voordat het ook echt is gaan lopen. Waarin jij ook nog die marketingkosten hebt en eigenlijk die app al moet onderhouden en doorontwikkelen. Dus
Ja, ik heb wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb een app-idee en ik heb 30.000 euro, wat op zich heel veel geld is, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar als jij daar als een commerciële succes van wil maken, dan zeg ik, daar kunnen wij de app voor maken, maar je hebt minimaal een ton per jaar nodig. Hè, want jij zit met jouw markt, jij moet dit gaan vermarkten, je hebt je eigen stukje salaris nog nodig, dus je hebt minimaal een ton nodig. En minimaal 3 jaar. Dus je moet wel gewoon met 3 ton uit kunnen komen, snap je? Dus 30.000 euro klinkt heel leuk voor de app. Maar ja, wil je er echt een succes van maken, dan moet je ook verder kunnen kijken dan dat. En dat geldt niet voor iedere app dit. Maar als je echt commercieel wil, dan zul jij moeten ook het jaar erop weer nieuwe functies moeten toevoegen. Want anders krijg jij die gebruikersaantallen niet. Dan kun je niet mee in de concurrentie. Hè? Of dan word je voorbij gelopen. Dus als je dat serieus wil doen, een ton of een paar ton per jaar. En dan, die gaat niet naar ontwikkelaar toe. Die gaat ook gewoon naar marketingkosten toe en naar operatie. Ja, en dan moet je een paar jaar volhouden. En daarna gaat het zich terugverdienen en dan blijft het doorgaan. Maar dan verdient het zichzelf ook weer wellicht makkelijk terug. Maar ja, ik wil me in dit soort gevallen ook echt wel even wat breder trekken. Kijk, je hebt soms gewoon een interne app, hè, die ontwikkel jij en die levert 2 FTE per jaar op. Nou, dan mag die app gewoon heel simpel dit of dat kosten. En dan heeft die heel duidelijk terug. Dan is het anders. Maar ja, echt een commerciële app met hoe hoger de potentie, hoe meer je zou moeten gaan investeren. Ja, heel goed. Mooi gezegd. Ja, zeker weten. Ja, wat misschien een geruststelling is voor de luisteraars, is dat als je een idee hebt voor een app, dan kom je inderdaad op dat punt dat je dus een ton per jaar nodig hebt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren dat de startups die bij Herbert komen, de serieuze startups, die hebben al een belangrijk voortraject gedaan, waarin ze achter zijn gekomen, is dit de moeite waard? Kunnen we al ergens financiering ophalen? Gaat het verdienmodel rondkomen? En dat voortraject, is gewoon zo essentieel om erachter te komen, is er potentie voor. Dat trek je natuurlijk door in de eerste lancering en de vervolg, de optimalisatie ervan. Maar het feit dan gewoon het rondkrijgen van je businessmodel in feite, het zorgt ook voor dat je dat soort investeringen kunt gaan doen. Want daar komt gewoon parallel komt de financiering bij kijken. En die financiering heb je dan inderdaad nodig om verder te komen. Dus ik denk dat het inderdaad, wat jij zegt, een start-up die aankomt, ik heb 30.000 euro, is veel geld. Maar het is misschien belangrijk om te zien van, als je de tweede zin is die zegt van, en ik ben van plan om een tweede financieringsronde op te halen van 2 ton voor de komende 2 jaar. Dan een gezonde instelling is als je app die potentie heeft. Dus dat is denk ik heel goed om te realiseren. Ja, ik ben helemaal eens met die voorbereiding die je benoemt. Hè. Een stukje onderzoek, goed plan. Er vangt heel veel af. Ik denk dat dat belangrijk is. En je kunt het ook laagdrempelig insteken. Je werkt niet voor niks toe naar een MVP die je al kunt lanceren. Hè, die je misschien al, dat is ook een stukje pilot, bevestiging van jouw test nog. Hè. Dus dan is het risico nog laag. En daarna, dat kan al betaald zijn. Hè. Dus je kan dat je dan al langzaam je eerst betaalde diensten opbrengt. Dus het is niet meteen inderdaad dat het all-in hoeft te zijn. Dus het risico hou je zo lang mogelijk laag. En vanaf dan ga je het doorontwikkelen. Maar eens met je voorbereiding, daar valt of staat het vaak wel mee. En dan vind ik het dus belangrijk van bereid je goed voor en beperk je scope weer. Daar heb je meer. Hoe kun je kosten besparen in die zin? Ja, een stukje marktonderzoek, weten wat je wilt. De juiste partner, techniek. En de strategie, maar ook gewoon die scope beperken. Gewoon, ik ga de markt op met 1 hele tof functionaliteit die gewoon heel veel meerwaarde heeft. En daarmee ga ik alvast mensen enthousiast maken. En dan, als je eenmaal de markt op bent, dan wordt het ook wel steeds makkelijker. Ja, nou, mooi gezegd. Ja, dan komt die omzet. Dan kun je dat ook financieren allemaal. Ja, dat is zeker waar. Herbert, heb jij nog een laatste tip voor starters of bedrijven die deze video kijken van, dit moet je echt niet vergeten? Nou kijk, wat ik daar belangrijk in vind is, heb vertrouwen in de partij en de werkwijze waar en hun werkwijze. Dus ga zorgen dat je die klik hebt. Committeer je aan efficiënte werkwijze, want die is daar bij ons, maar ook bij anderen, want ik laat ze echt wel doordacht. Hè? Er zit echt wel een strategie achter. Geef je daar een over en word onderdeel van het team. Hè? Maar
ga mee in die agile gedachte, loop dat sprintritme mee, ben daarin betrokken, investeer daar ook je eigen tijd in. Daarmee blijf je zelf achter het stuur en ik denk dat wel heel belangrijk is. Ja, je werkt ook niet voor niks in, volgens jouw methodiek. Dat is ook omdat jij er na een aantal maanden achterkomt dat je misschien toch een klein beetje naar links of naar rechts wil sturen. En dat kan dan, want het ligt, de scope, die bepaal je zelf. Je zit zelf achter dat stuur. Dus ik vind het vooral belangrijk om dat die klik, de relatie en het vertrouwen dat je naar elkaar hebt, dat belangrijk is. Ja, ik denk dat zorgt uiteindelijk voor de grootste kans op succes. Mooi gezegd. Ja, het gaat niet om de kosten, het gaat om die relatie. Ja. Ja, daar ben ik mee eens. Mooi, leuk. Dankjewel Herbert. Dank voor het toelichten hiervan en het inzichtelijk maken voor mensen die luisteren. Ja, heel graag gedaan, David. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ja, het was leuk om jou te gast te hebben. Je zei van tevoren bij de voorbereiding, ja, ik weet niet, David, een heel uur, kunnen we dat volpraten? Ik denk dat we bijna echt wel tot een uur gaan komen. Het is gewoon een interessant onderwerp en je hebt er veel over te vertellen, dus... leuk om dat te zien en dat te merken. Even kijken voor de mensen die nog luisteren. Ik heb een bonus aan het eind van de video. Dat is namelijk de ontwikkelkostencheck. En dat is een manier om te zien hoeveel je app echt gaat kosten. Ik heb namelijk een database van meer dan 190 apps die zijn ontwikkeld. Daar ligt de budgetten daarvan. Daar kun je gaan zoeken binnen de functionaliteiten. Of jouw app, of je echt dat tegenkomt, of die qua functionaliteiten overlapt. En dan kun je dus achterkomen welke budgetten er voor echte apps zijn betaald. Super interessant. Je kunt ook meteen zien welke concurrenten je mogelijk hebt daardoor. En welke ontwikkelaars die app hebben gebouwd. Dus kun je meteen zien van, hey, past die ontwikkelaar wel bij mij? Dus je krijgt en de prijs van je app, en die concurrenten, en inspiratie, en een ideale ontwikkelaar. Ideale tool dus, die kun je dus krijgen. Dan ga je naar appspecialisten.nl/prijs. Daar kun je dus toegang krijgen tot de ontwikkelkosten check. Dan hoef je alleen maar je voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en aan te geven. En dan krijg je eigenlijk al meteen toegang tot die tool. Superhandige tool die veel wordt gebruikt. Vond je dit nou een interessante podcast? Abonneer je dan ook zeker op het kanaal in eigen app. Dat vind je in Spotify, Podimo of Apple Podcast. En dan zie ik jou weer volgende week voor een eigen app.